Hoi allemaal en welkom bij deze, laten we bijna YouTube-short-achtige video zeggen. Dag 1 dat we op vakantie gaan. De Brienoordbrug. Iconische brug uiteraard. Ik heb ervoor gekozen om... Oh, daar rechts, dat frame, die aanhanger, daar komt niet meer goed. Die is gebroken. Ik heb ervoor gekozen om alle dagen separaat te houden. Vandaag gaan we naar mijn zus. Het is al laat in de middag. We rijden over de 15, die is net geasfalteerd. We gaan hier bij Gorkum eraf, daar woont mijn zus. Daarna rijden we door. Zoals we eigenlijk altijd doen. Alleen, we zijn een stuk later in de dag dat we onze gewoonte, zeg maar, doen. Normaal gesproken, op dit tijdstip, hebben we al een hotel geboekt. Of zijn we echt wat druk aan het zoeken. En in dit geval, hier komen we aan bij mijn zus. Ik heb voor de gein de 360 rechts onderin staan en een helmcamera, gewoon als hoofdcamera. En hier vertrekken we weer. Het is hier, ik weet het niet, 7 uur, 8 uur, ik weet het echt niet meer. Het was echt wel laat, voor ons doen in ieder geval. De zon die gaat er nagenoeg onder, dus ik geloof volgens mij is het later zelfs. We gaan richting Duitsland, dus we wilden eigenlijk richting Venlo. Even kijken hoe ver we nog kwamen die dag. We hebben echt een drukke week gehad. En... je ziet het. Het is inmiddels donker. En hier zijn we dus aan het zoeken. Op onze telefoons. Van waar kunnen we nog een betaalbaar hotel vinden? Nou, dat hebben we dus niet gevonden. Niet een betaalbaar hotel. We hebben uiteraard een overnachtingsplek en we hebben een hotel en daar gaan we nu naartoe. En uiteindelijk is mijn camera, de batterij, leeg. Dus de beelden stoppen zo meteen. En dan zie je nog de route. Dus komende week, dag 2 van onze vakantie. Veel plezier en bedankt voor het kijken.